Dan gaan we naar het spoor. Goederentreinen, die gaan we steeds meer zien in onze provincie. Want spoorbeheerder ProRail die mag er volgend jaar veel meer gaan laten rijden over de Brabantroute. En die route loopt van Dordrecht via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo. Nu rijden er dagelijks 60 goederentreinen over dat traject. En volgend jaar kunnen dat er per dag 74 worden. En mensen die langs het spoor wonen, die vinden het maar niks. Dit is de tracks. Intercity. Dit is de Intercity Eindhoven-Den Haag. En die wordt getrokken door de tracks. En de tracks is een locomotief die ook goederenvervoertreinen trekt. Annie Verhoeven woont naast het spoor in Oosterwijk. De overlast van het spoor is de laatste jaren enorm. Ja, slecht slapen, wat vermoeider, onrustig. Soms als ik over het spoor denk, merk ik dat ik ook wat zuur word. Ik ben een heel positief mens en ik merk als iemand mij bevraagt over het spoor dat het ook een stukje emotie brengt. Ook in Dorst hebben ze last van de trillingen. Dion van der Zanden woont 45 meter van het spoor. Hij strijdt ook al jaren tegen de overlast. Toen hij hoorde dat er nog meer goederentreinen bij komen, kon hij zijn oren niet geloven. Ja, schandalig. Dat is gewoon schandalig. Ze gaan aan de overlast waar wij al een aantal jaren mee in gesprek zijn met het ProRail, ministerie, NS. Ook het goederenvoer is erbij betrokken nu. En dan wordt er gewoon gezegd van, sorry dat jullie, goed dat jullie in gesprek zijn, maar we doen er niks mee. ProRail zegt dat het bedrijf in een spagaat zit. Aan de ene kant staan wij niet alleen voor reizigersvervoer, maar ook voor goederenvervoer. En wordt dat ook belangrijk geacht vanuit onze overheid, vanuit Europa, om milieuschade te beperken. En tegelijkertijd willen we niets liever dan die hinder voor de mensen meteen oplossen. En waarom zegt u dan niet op het moment dat u de mogelijkheid krijgt om het uit te breiden, zegt u van nou dat doen we dan, omwille van de belangen van die omwonenden doen we dat gewoon even niet? Omdat je daar echt ook te maken hebt met nogmaals de wens, hè, de opdracht min of meer die wij hebben om te zorgen dat we dat goederenvervoer in Nederland stimuleren. En dat belang weegt voor u zwaarder? Dat is een politieke afweging. Ja, en ProRail laat ons ook nog weten dat ze eind augustus in Oosterwijk starten met een proef met kussentjes onder de rails. En dat zou voor minder trillingen moeten zorgen.